lijkt juist op een alien, denk ik. Rad naar huis. Dat is maar, toch geen kak eten? Hoe is dat nu? Ja, grote smurf. Ik heb alle smurfen opgesmurfd. Pizza! Goed, hè? Ik denk het wel. Ja, maar dan moet ik hier komen. Hè. Klaar? Klaar. Klap. Klap. Actie. Actie. Ja, ik denk niet dat ik u moet uitleggen dat hij in de microfoon moet praten. Hè. Dat moet lukken, hè. Dichter. Mond over. Zo. Zo zong ik ook altijd bij Selecteur Seretist. Zo. Lekken tegen de camera, dat vonden de mensen fantastisch. Oh, die eet precies die camera op. Dat was een beeld dat ik was vergeten. Dat zat diep in mijn achterhoofd verborgen. En dan als ik het las dat jij had meegedaan aan Steracteur, Steractis, komt dat terug naar boven. Mooi, hè? Dat was mijn eerste beeld, denk ik, van u. Ja? Ja. Steracteur, Steractis. Ja, ah, ik was net te oud voor Helden. Ja, ja, ja. En net te jong voor... Je hebt nog andere dingen gedaan rond die periode, toch, of niet? Nee, vooral Helden, eigenlijk. Ja, vooral Helden. En Vlaanderen Vakantieland heb ik nog gedaan. Dan... Ja, maar dat staat allemaal in mijn research. Hè. Ik heb zeer veel research gedaan. Heb je het zelf gedaan of heb je iemand het laten doen? Dubbel. Dubbel. Ah. Ik heb drie delen. Hè. Ik betaal iemand dat mijn research doet, dan dubbel check ik dat en dan in ChatGPT. Ah, oh, ChatGPT. Kan die nog... zoeken voor mij? Amai. Want het ding is... Dan moeten denk ik drie dubbel checken, hè, wat die allemaal zegt. Dat is net. Ik had gevraagd, en ik vraag altijd elke gast dat langskomt, om een introductie te schrijven voor... De gast dat komt, door ChatGPT. Ja, ja. Ja, ja. Okay. En jij werd de eerste waarvan dat ChatGPT het bestaan al wist. Dus ik dacht, ik ga gewoon aan ChatGPT vragen om die intro te schrijven, want normaal steek ik er allemaal informatie in. Ja, ja, van hij doet dat en heeft dat gedaan. Ja, daar kwam uit, hij speelt Camille in Nachtwacht en hij was de meest grappige deelnemer van De Slimste Mens. Wauw, ik heb aan geen een van beiden meegedaan. Goed. Nee, toch? Camille van Nachtwacht, ik weet niet eens wie Camille van Nachtwacht voilà, is. Daarmee, ja. Ik was aan het zoeken, wie de fuck is Camille? Dus en de grappigste mens van De Slimste Mens. Grappig, ik weet niet. Zijn dat twee leugens maar of één? Maar misschien lijk ik op Pedro Elias en zal het daarmee zijn. Ik heb wel alle twee een baard. Ja, ja. Als ik mijn baard laat groeien, ben ik ook praktisch u. Ja, dat is waar eigenlijk. Ik wil wel. Maar? Ik ben niet grappig. Oké, okay. Okay, is goed. Maar. Zeg, ja. Ik begin altijd met een introductie, zoals ik heb gezegd, geschreven door AI. Deze is de tweede versie, V2. Ik heb die allemaal informatie over u gegeven. Ja? Dan heb ik gezegd, maak een introductie. Oké. Okay. Zeg je klaar? Die snoepjes liggen hier in beeld, dus kan dat kwaad? Ik heb die meegenomen voor u. Jij mag, maar echt? En voor ons, ja. Dan gaan we daar tijdens de dingen zo'n beetje op smikkelen. Okay. Maar dus dat ligt hier niet, want dat is reclame eigenlijk. Hè. Ik zal dat zo een beetje betalen zo betalen moeten ze ja, doen. Ja. Zijn jij ready, zich? Helemaal. Oké. Okay. Hallo daar en welkom bij Kletsuurtje. Vandaag hebben we het genoegen om een uiterst veelzijdige en inspirerende gast te verwelkomen. Een man die het vermogen heeft om ons te verbazen met zijn talenten en doorzettingsvermogen. Hij is niet alleen... Een bekende persoonlijkheid op het scherm, maar ook een toegewijde vader, partner en creatieve geest. Met twee oudere broers is hij opgegroeid in een omgeving waar competitie en avontuur hoog in het vaandel stonden. Voordat hij de wereld van acteren betrad, stond hij voor de klas als leerkracht lichamelijke opvoeding, waar hij ongetwijfeld zijn vaardigheden in leiderschap en empathie ontwikkelde. Zijn leven kreeg nog een kleurrijker tintje toen hij zijn partner ontmoette op de set van het kinderprogramma Helden op Ketnet, waar hij zijn acteerdebuut maakte. Samen hebben ze een prachtige dochter en verwachten ze binnenkort een tweede kindje. Door de jaren heen heeft hij deelgenomen aan een indrukwekkende reeks televisieprogramma's, van avontuurlijke reisdocumentaires tot intense uitdagingen zoals Boxing Stars. Hij heeft zelfs zijn talenten getoond in dramatische rollen, zoals zijn recente verschijning als slechterik in de nieuwe serie Milo. Milo, het is Milo, hè. Milo. Ja. Hij is niet alleen een entertainer, hij is ook een schrijver in de maak, met plannen om een boek uit te brengen over dilemma's. Hij is een man van veelzijdige talenten, van zijn handigheid in verbouwingen tot zijn moedige geest die hem ertoe zet om een halve marathon te rennen terwijl hij iemand in een rolstoel duwt. Dames en heren, hij is een ware game- en animatiefanaat, een inspiratiebron voor velen en bovenal een man die ons leert dat er geen grenzen zijn aan wat we kunnen bereiken als we ons vastberaden en gepassioneerd zijn. Laten we het dus hebben over het leven, de uitdagingen en de triomfen van de ongelooflijke Siegfried de Donker. Amai. ChatGPT heeft het best gedaan. Ja. Ik vond het ook belangrijk dat ik wel Siegfried de Donker zei. Ja, klopt. Want ik ben daar recentelijk pas achter gekomen dat uw naam niet echt Sieg is. Nee, dat klopt. Mijn naam is Siegfried. Dat is al heel mijn leven zo. Want mijn ouders hebben dat zo in het boek geschreven op het stadhuis. Maar gaandeweg, ja. Is iedereen mij gewoon Sieg beginnen noemen? Dat denk ik makkelijker was. Ik heb het gewoon omarmd.
Ja, omarmd. En ook, als iemand nu Siegfried zegt, denk ik dat hij kwaad is op mij. Omdat alleen mijn ma dat zei, als hij kwaad was, Siegfried. Maar eigenlijk wou ik Siegfried nog gebruiken. Mm-hmm. Maar toen ik aan Sterkteur Sterretist meedeed, zeiden ze van, dat is te moeilijk, te lang voor de mensen te schrijven. Daar kunnen ze fouten op maken en zo gaat het minder stemmen krijgen. En toen heb ik beslist, weet je wat, iedereen noemt me toch als Sieg. Dan zal ik wel door het leven gaan als Sieg. Ik snap het, ik heb dat ook met mijn mama. Als ik Maximiliaan hoor, denk ik ook onmiddellijk dat in de hoek. Ja, ja. Ik doe ze al onmiddellijk. Ja, maar ik moet terug in de hoek soms gaan staan. Mijn dochter zegt dat soms, papa in de hoek. En dan moet ik ze in de hoek gaan staan. Wachten, omdat ik had wel echt iets fout gedaan. Maar goed, wachten tot die zo zegt, nu mag je uit de hoek. Niet gedacht dat ik dat ooit nog in mijn leven ging moeten doen. Ik weet niet of dat zo aan kunnen, zijn kinderen. Heftig. Maar ik heb zeer veel opgezocht over uw leven. En we gaan beginnen bij het begin. Je bent begonnen als leerkracht LO. Ik maak me al een beetje zorgen als je heel veel dingen hebt opgezocht over mijn leven, want er is al veel in mijn leven gebeurd. Ik ben begonnen als LO-leerkracht, dat klopt. Ja, dus we zijn eigenlijk een beetje collega's, hè? Eigenlijk wel, ja. Mm-hmm. Want ik heb ook vernomen dat jij leerkracht bent. Ik ben leerkracht. Maar ik dacht dat jij in middelbare les gaf. Maar... Ik geef in het middelbaar, maar nu ben Engels, ik ook... Engels, dacht ik, of ja, zo. Engels. Ah, ja, voilà. En nu even een bepaalde periode ook gastdocent op Artevelde. Dus het is even zo wat combineren. Het is druk. Oké, leuk. Dat valt mee. Okay. Maar hoe lang heb je dan in het onderwijs gestaan? Ha, niet super lang. Ik was eigenlijk zo de supersub, zo degene die interimmetjes deed voor de mensen die even oud waren. Ah, oké. Echt van school naar school naar school ja, naar school. Ja, vaak. En maar vaak ook wel dezelfde scholen, de moeilijke scholen, waar de leerkrachten weg werden gepest of vaak uitvielen met een burn-out. Was er dan niet... Die het kwam redden. En die kinderen hadden mij wel altijd graag. Dat was wel tof. Maar ja, zo op 2 maanden... Ja, zo'n hele klas kennen, alleen zo 10 klassen kennen, was altijd moeilijk. Vond ik niet zo tof. Maar hoe lang zijn je dan leerkracht geweest? 2 jaar of zo. Maar telkens met zo 2 maanden daar, altijd. 2 maanden daar. Altijd wisselend zo, ja. Maar zijn je dan gestopt omdat het gewoon beu werd? Of omdat er plots andere kansen kwamen? Er kwamen andere kansen, sowieso. En ik heb tv ook nog even gecombineerd met lesgeven. Maar dan was er genoeg werk in de tv. En dan heb ik gezegd, ja, dan laat ik leerkracht even liggen. Maar ik ben wel zeker dat ik dat ooit terug ga pakken. Je wilt ooit nog terug leerkracht worden? Ja, zeker wel. Oké. Nog altijd LO of een ander vak? Liefst LO, want dat ligt me wel het meest en daar heb ik ook echt voor gestudeerd. Maar andere vakken zou ik ook prima goed vinden. Want dag van vandaag. Ja, alles en maar ik heb al alles gegeven als interim ook. Ik heb aardrijkskunde gegeven, ik heb natuurwetenschappen gegeven, ik heb fysiologie gegeven, echt alles. Wat is de hoofdstad van Australië? Dat is niet Sydney, dat is shit. Hoe noem het nu weer? Canberra? Oh, bijna. Canberra. Canberra, fuck. Oh, sorry. Ik zat er zo niet bij. Cranberry is een bestje, hè? Ja, dat is wel lekker. Dat is goed als je een blaasontsteking hebt. Dat, vrouwen moeten dat, heb ik gehoord. Ja, dat is echt. Maar hoe zou terug leerkracht willen worden? Ooit wel, ja. Dat zijn gaan we niet over liegen, goede uren. Mm-hmm. En zeker met kinderen merk ik dat nu. Het school van mijn dochter is gedaan om 25 na 3. Dat is best vroeg. Mm-hmm. En om die altijd in opvang te steken, dat is niet tof. Maar, en goede vakanties, hè, mm-hmm. Die zomervakanties. Vet is dat, ja. Dat je gewoon een maand op reis kunt gaan als je wilt. Ja, maar ik weet nog, ik had ook een podcast met Jelle opgenomen. Die zei ook van, als je kinderen op school zijn, moet je eigenlijk alles daarvoor moeten gedaan krijgen. En dan vanaf dat ze terug thuis zijn, moet al uw aandacht moet daar naartoe gaan. Dat is ook zo. Ja, een vriend van mij heeft ooit gezegd, zie ik vanaf nu is werken vakantie en thuis zijn is werken. En hij heeft gelijk, zo. Dat is zo. Ze gaat het naar huis en ja, met je kinderen, dat is echt, ja, dat is afzien, hè. Afzien. Maar ook leuk, hè. Echt, je krijgt er veel van terug en je lacht je kapot, maar je bent wel echt ook zelf kapot op het einde van de avond. Maar ook, en binnenkort komt er nog een tweede. Ook. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar hoe ouder dat die worden, hoe minder vermoeiend. Ja, ja, maar wel grotere zorgen, hè. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Maar is er zo niet chiller leeftijd? In mijn hoofd zijn die zo chill tot als ze 2 zijn en dan wil ik die like, niet zien tot als die 14 zijn. Dan zijn ze zo terug wat iets meer zindelijk. Ja, ik denk elk jaar heeft zijn eigen problemen en zijn eigen miseries, maar het is wel handig als ze zindelijk zijn. Dat is wel praktisch, dat moet ik wel toegeven. Maar omdat je zegt dat je terug leerkracht zou worden, want ik had ook ergens online gezien dat als je het allemaal opnieuw zou mogen doen, zou je misschien wel twijfelen om nog in de media te stappen. Ja, daar komt wel veel bij kijken. En je geeft eigenlijk veel op van je privé.
Mm-hmm. En dat vind ik soms wel jammer. Als ik naar een bakker ga, dan moet ik zelfs denken, ga ik wel in mijn joggingbroek en met mijn haar half stok. Want u weet, kom ik daar iemand tegen en zegt hij, maar ik op de foto met u. En dan moeten ze, ja, dat is goed, want ik zeg toch meestal ja. Mm-hmm. En als je zo weggaat op een feestje of zo, ik kan niet meer naar Pukkelpop op mijn gemak gaan. Ik kan niet meer de onnozelaar uit. Ik kan niet meer te zat zijn en ergens rondlopen. Ja. Ik kan een keer de glas te veel op hebben en gezwalpt wat iemand... He, tegenwoordig, iedereen heeft een gsm gefilmd. Weet je, zo, dat vind ik soms jammer. En het chance is, ik ben nog niet super bekend of zo. Weet je, een Dries Mertens of zo, of een Justin Bieber, die zijn overal bekend. Ik kan naar het buitenland gaan en ik kan terug de nonozelaar uithangen. Dat doe ik zo graag. Naar en ooit waren wij in Portugal en dan gingen we daar naar een café. En opeens komt daar zo'n groep binnen. Hé, jij zit hier ziek. En ik zo, shit. Dus ja, het is niet waterdicht, mijn plan, van naar buitenland te gaan, maar... Meestal kan ik daar nog wel eens de non-nozelaar uit. Loekie losgaan. Ja, en ik doe dat zo graag. Ja, dan ga ik heel het café en zo. La 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 la. Dat is zo tof. Maar je bent sowieso wel echt nog vrij goed in touch met je inner child. Hè? Dat wel, hè? Ja. Dat ziet wel. Ik ben een kleine Peter Pan. Ja, ik vind dat goed. Tof. Ja, ik wil dat ook. Als ik ook u leef. Maar wij schelen niet zoveel. Hè? Wij schelen 3 of 4 jaar of zo. Ik ben 34, ik word er 35. Ah, ik dacht dat je 32 was. Nee, 34. Ah, oké, nee, wij schelen dan maar 7 jaar. 7 jaar is toch al. Ik wil ook nog zo zijn als ik 35 ben. Dat gaat ook zo zijn, daar ben ik zeker van. Ik hoop het. Maar je zei ook Dries Mertens, dat heb ik ook gevonden. Je hebt met Dries Mertens op school gezeten. Ja, die heeft ook in trainingen of gezeten. Maar Dries Mertens is eigenlijk de beste vriend van mijn broer. Van mijn middelste broer. Okay. Dus ik ben de jongste middelste broer. Die heeft altijd in het lager gezeten met Dries Mertens. En dan, ik heb in Tredingen of in het middelbaar Mertens gezeten, maar die zat 2 jaar hoger. Nou, ik dacht zo'n cool verhaal dat hij wat gepest of zo. Nee, eigenlijk niet. Ik heb die eigenlijk weinig gezien, want hij deed topsport en die mannen waren altijd voetballen. Oké. Okay. Dus heel toen al? Ja, die hadden echt... Wat was dat? 20 uur sport op de week, hè. Die studeerde denk ik niet zoveel. Nee, maar jij hebt ook als LO-leerkracht ook toch continu sporten? Ik heb 16 uur de week. Dat was ook al veel, hè. 16 uur sport de week. Dat is toch de chillste dat leerkracht dat je kunt zijn. Maar dat was goed voor mij, want ik kon niet stilzitten. Ik was echt... Als je mijn agenda ziet tot het... Wanneer ben ik veranderd? Tot 3e middelbaar staat, denk ik, elke week zie ik hangt de clown uit in de klas. Elke week zie ik hangt de clown. Moest ik dat thuis al laten tekenen. Mijn ma die moet ook gedacht hebben. Maar, en dan ben ik sport gaan doen, was ik even zo... Dat je daar alles zo kon. Ja, ik kon alles eruit krijgen tijdens dat sport. Dat was fantastisch. Mm-hmm. En dan zei je van leerkracht, zei je dan... Eerste ding was dan helden dat je hebt gedaan. En dan van daaruit is dan de rest gekomen van de andere programma's, of niet? Klopt. Ja, het is begonnen met helden. Wat was helden? Ik heb tegen de camera gestampt, sorry. Ben ik nog mooi in beeld? Denk het wel. Zo, ik heb het beetje teruggetrokken. Sorry. Ja, helden was het eerst. Want ik zei, ik was net te oud om nog naar Held te kijken. Ach, dat is 10 jaar geleden. Net te oud. Nee, je wordt al pak te oud, hè. Jij zit nu? 28. Dan waren je 18 toen dat begon. Dat is bigger te oud. Wij richten op 6 tot 12. Ja, hallo, ik kijk nog altijd naar Pokémon. Dus als we het op die dingen gaan bekijken, dan valt wel nog mee. Okay, ja. Maar dat was toch de laatste keer dat je een good guy hebt mogen spelen dan, toch? Ja, maar is helden acteren... Het probleem met helden is een beetje... Dat is scripted reality. Wij zijn ons eigen, maar onze teksten zijn wel geschreven. Maar wij spelen wel... Ik ben Sieg in de reeks en ik speel ook wel hoe dat ik ben. Maar een beetje uitvergroot of zo. Een schep erbovenop. Ja, schep je Sieg extra zo. Maar dat is toch echt dan de laatste keer dat hij een goede man heeft gespeeld. Ja, acteren dan, ja. Ja. Van de familiewaarde ook. Ook slechterik. Ik denk dat door mijn dikke wenkbrauwen komt, dat ik zo nog wat kwaad kan kijken. Zo. De baard ook. De dikke baard. Ja. Ik wil je wel eens zonder baard zien, denk ik. Ja, nee, dat wil je niet zien. Ik zie er echt ziek uit. Ik heb aan mijn madame beloofd, als Milo gedaan is, dat ik dat eens ging doen. Scheren. Met glad, echt glad, hè. Echt zo baby. En dan lijk ik ook, denk ik... 15 jaar jonger. Maar wat verstopt je daaronder? Nee, maar het probleem is, ik heb zo'n dikke, volle baard. Als ik dat glad zou scheren, ga je nog altijd een schijn zien. Van die baard. Van die baard, ja. Je gaat er nog altijd zien. Zo, en dus dat gaat zo wat vies grijzig zijn dan. Ja. Dat gaat niet mooi glad zijn. Maar jij scheert het toch ook niet glad? Ja, nu, omdat ik nu snor heb, scheer ik mijn andere haren, dat niet mijn snorharen zijn, de rest van mijn gezicht, dat scheer ik nu wel af. Ik denk dat je veel moet scheren. Hè? Scheer jij voor de rest nog? Ja, dus zeer veel als werk. Als jij niet zou scheren, als je dat nog nooit had gedaan, zou je dan nu een ploesje beer zijn? Ik zou Chewbacca zijn, ik zweer het.
Ik zou dat wel grappig vinden. Nee. Misschien mode, hè? Goh, nu, nee. Iedereen laat zijn haar zo staan, hè? Armen. Zo'n vrouw doen dan nu ook aan benen. Ja, maar ik heb in corona een keer alles laten groeien om te kijken wat er dan gebeurt. Ja. Maar zie, ik zweet u, dat is disgusting. Ja. Mijn baardhaar gaat zodanig diep dat overloopt in mijn nek, in mijn schouders, in mijn rug. Het is disgusting, je hè. Je kunt zo een tapijt trekken tot beneden, dat terug via je rug zo naar boven gaat. Maar ja. Dat is een band. Cool is dat. Ik ben echt bewezen dat wij afstaan van apen. Dat is echt crazy. Goed. Ik wil, en dan op mijn hoofd valt het uit. Ah ja. Dat vind ik niet zo leuk wel. Maar dat wil wel zeggen dat je heel veel testosteron aanmaakt. Maar ik heb liever minder testosteron en niet kaal worden. Ja. Ik heb echt geen hoofd om kaal te worden. Maar je kunt dat wel heel goedkoop oplossen in Turkije. Oké, kijk. Daar heb ik een weerwoord op. Hè. Ah ja. Stel, je gaat naar Turkije. Ja. En je bent aan het kaal. Ja. Dus je laat nieuw haar steken. Ja. Oké, je komt terug, haar is gegroeid. Ja. Maar 5 jaar later, je wordt nog meer kaal. Heb je dan haar, geen haar en dan terug haar? Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dan gaat er nog eens, hè. Je kunt een paar keer gaan. Hè. En als je wilt, ze kunnen ook zo, denk ik, van bij deze schaamhaar. Dan ga ik en dan en de krilletjes. Cool is dat. Als je een nieuwe look wilt of zo. Nee, ik mag gewoon niet kaal worden. Okay. Dat mag echt niet voor mij. Oké, maar het gaat wel gebeuren, denk ik. Nee, ik hoop van niet. Ik ben nu echt al allemaal producten op mijn hoofd aan het doen om ervoor te zorgen dat haar niet uitvalt. Oké. Okay. Rozemarijnwater. Ja. Ben aan het kijken voor zo van die... Rozemarijn. Ik weet niet wat dat werkt, maar... Je kunt zo injecties in je hoofd laten doen. Ah, dat zou ik niet doen. Ja, hair fillers. Oei, hair fillers. Hij beseft niet hoe makkelijk dat is om te leven met een goede haarlijn, hè. Ik zou er ook wel moeite mee hebben. Moest dat bij mij weg zijn, ik zou denk ik wel even een tripje naar Turkije doen. Of een brosje. Een brosje zou je ook wel nog staan, nee, denk ik. Nee, ik sta niet. Ik heb een te dikke kop om kaal te zijn. Nee, dat is toch geen dikke kop. Ja, en mijn hoofd is ook niet echt zo volledig mooi rond. Zo. Ik heb hier een punt steken en hier zo'n bobbel. Jij zo'n plat achterhoofd? Nee, zo'n punt. Zo. Ik lijk juist op een alien, denk ik. Dat stikt hier echt uit als je zo het voelt. Ik wil wel een keer voelen. Wat de fuck, wat stikt hij daaruit, gast? Maar volgens mij zei hij tegen de muur lopen als kind. Ze zijn u toch laten vallen. Dat kan ook. Ja, dat kan, dat geloof ik. Nee. Ik ga dat sowieso skippen. Nog liever een pruik, ik ga met Lottie dan kaal. Ah, ja. 100%. Ja. Pruiken vind ik wel nog chill. Ja. Ik zou het niet doen. Maar dan, na Helden... Ja. Heb je nog heel veel andere programma's gedaan? Hè? Vlaanderen Vakantieland gedaan. Hm? De wereld rond met 80ers. Met 80-jarigen, ja. Was dat echt effectief de wereld rond met 80-jarigen? Ja, we zijn de wereld rond gegaan met 80-jarige mensen. Was dat chill of niet? Dat was wel. Dat was een van de mooiste programma's, denk ik, dat ik ooit ga gedaan hebben. Ik heb me daar rot geamuseerd. Ik denk dat die mensen dat ook echt allemaal fantastisch vonden. Was dat 100% verantwoord? Dat weet ik niet. Sommigen waren echt nog fit en goed. Maar misschien dat er een leeftijd jonger of zo, 70-plussers moet zijn. Want 80 is zo wel op het randje zo. En ook, ja, die pakken allemaal pillen. Maar je skipt heel veel tijdzones. Oeh. Nu, er was één, die was slim. Die had 2 horloges mee. En die had 1 op Belgisch uur gewoon. En dan het andere. Maar ja, die andere die wist dat niet. En op een gegeven moment waren die zo... Moet ik mijn hartpillen pakken? En ik zeg... Ik weet het niet. Allee, hoe lang is het geleden? Dat weet ik ook niet. En is er zo, pak maar. Het zal wel oké zijn. Zo. Te veel dan. Ja, het is dat, denk ik ook. Dus, maar voor de rest was dat wel echt fantastisch. En ik hoor die mensen af en toe ook nog eens. Er is er jammer genoeg al, denk ik, 2 van dood. Maar ja, dat gebeurt. Hè. Dat is ook al 6 jaar geleden. Die waren al 85, dan zijn die al 90. Snap je? Allee, dat is een goede leeftijd. Hè. Maar ja, dat was een van de mooiste programma's dat ik ooit heb gemaakt, ja. Maar hebben ze zoveel landen bezocht dan toch, of niet? Wij zijn eerst naar Dallas gegaan, dan zijn we naar Zuid-Afrika geweest, dan naar IJsland, dan door naar Dubai, dan Mongolië, Japan en zo terug, denk ik. Japan? Ja. I love Japan. Japan is fantastisch. Japan is prachtig. Dat is een land waar ik zo de eerste keer zo het gevoel had, ben hier precies wel thuis. Zo, dat was echt zo, dat was proper, dat was lief, die mensen waren vriendelijk. Zot, hè? Daar was sfeer, structuur, ja, alles zat er. Zeer aangenaam. Maar dat was dan toch niet allemaal back-to-back dat je die reizen hebt gedaan? Dat was dan toch altijd een bepaalde rustperiode tussen? 2-3 dagen, denk ik, hè. Wow. Dus daar aankomen, de activiteit doen en dan terug vertrekken en reizen. We hebben dat programma op 36 dagen
gefilmd. Wat? Ja, we hebben 85 uur in een vlieger gezeten. Mijn voetafdruk is even... Om zeep voor de rest van mijn leven. Verschrikkelijk, jij mag niet meer eens. Nee, ja. Dus dat was het Taylor Swiftje doen, hè. Maar dat was veel met de vlieger. Dat was dan ook waarschijnlijk een economy. Dus die dacht je dan in de zotte... Die oudjes vlogen allemaal first class. Wij allemaal economy. Jullie economy? Ja, maar die oudjes first class. En ik probeerde dan altijd zo trucjes te doen om zo ook in first class. Dan zei ik altijd tegen die stewardesses zo... Ja, maar dat is mijn omaatje en die is niet zo goed. En allee, die moet om de 2 uur naar het toilet. En ja, wil jij dat doen om die altijd wakker te gaan maken? Maar het heeft nooit gewerkt. Geen ene keer. Jammer genoeg. Maar die omaatjes komen wel altijd zo naar economy zo hun nootjes brengen aan mij. En zo'n gin tonic. Ik zo, ik wil heel graag een gin tonic. En dan zag ik ze zo geliep en dan zo, hier. Ja, dat is zo goed. Heb je al een keer een first class mogen vliegen? Ene keer. Is dat nice? Toen ik naar Australië ben gegaan. Naar Australië, zo ver. Ja. In first class. In first class. Nou, goedemiddag. Zot wel. Ik had het even nodig. En toen ben ik vertrokken. En toen ben ik 3 maanden naar Australië geweest. Dat was fantastisch. Ik dacht dat het 1 maand was. Nee, 3 maanden. 3 maanden? 3 maanden. En heb je toch al je spaargeld doorgeblazen daar? Ik heb een auto gehuurd. Heel zuinig geleefd. Ik denk dat ik in totaal die 3 maanden 6.000 euro kwijt was. Min tickets. Doe weinig. Nou. Verblijf, eten, drinken. Ja, maar ik sliep in de auto. Mag dat daar? Ja. Want de meester altijd zegt dat Australië zo'n mega duur land is. Ja, is ook duur. Maar ik heb er ook gewerkt. Dus ik ben in de farm gaan werken. Mm. Zo met koeien, dat was wel echt vet. Ik vond dat niet eens werken, want dat was zo cool. Dan moesten wij met brommerkes, moesten wij koeien van de ene wei naar de andere. Maar zo'n wei is zo groot als België, hè. Dus we zijn van de ene wei naar de andere, naar een ander stuk, zodat die daar verder konden grazen zo, en eten. Maar terwijl je met die brommerkes aan het rijden, springen er keiveel kangoeroes langs u, lopen er emoes rond en zo, en zitten echt zo tussen. Ken de film Jurassic Park. Dat was echt Jurassic Park, maar ik zweer het u. Ik zweer, dat was echt Jurassic Park, want die emoe liep zo voor en ik zag die poten zo, en die duwde zo modder op u. Dat was echt heerlijk. En dan ben je in een helikopter gevlogen over dat land. Wow. Dat was echt neig. Dus die 3 maanden is dan toch vrij snel voorbij gaan. Ja, eigenlijk wel. En ik moet zeggen, je komt je eigenlijk zo wel wat tegen, zeker als je alleen reist. Mm-hmm. Maar kan dat iedereen wel eens aanraden of zo, om alleen te reizen? Heb jij al gedaan? Ah, wel, dat staat dit jaar op mijn lijst. Ik wil al zeer lang keer proberen, maar ik durf dat niet, gast. Ik ben daar echt doodsbang van. Maar waarom alleen niet? Ik ben... Met alleen wonen was voor mij ook al een zeer grote stap, omdat ik ben niet graag alleen met mezelf. Oké. Okay. Moet ik iets of iemand hebben om tegen te praten, kan dat ik niet aan als ik alleen... En ik ben ook... Dat is zo mega contradictorisch, maar elke keer als ik op reis ga, dat is altijd met mijn ouders, is altijd van A tot Z is gepland. Wij weten dat uur ontbijt, dan gaan we naar daar, dan doen we dat. En ik vind dat top, die structuur, want ik denk ook wel dat ik lichtjes zo autisme heb of zo. Mm. En dan weet ik dat als ik zelf naar het buitenland zou gaan, dat ik zelf... het zodanig crippling zou vinden dat ik mezelf gewoon zou opsluiten in mijn hotelkamer, omdat ik niet weet wat ik moet doen. Omdat er zodanig veel te doen is, dat ik gewoon binnen blijf. Moet ik zeggen, ik heb dat beslist op een week om naar Australië te gaan. Hè. Dus ik was het even beu. Ik was alles beu. Mijn madame had het ook uitgemaakt en zo. En ik was echt alles beu. En ik dacht, fuck it. Ik moet even weg. Want zo ben ik wel ontvlucht. Ja. En dan gewoon geboekt en daar aangekomen. En toen dacht ik, shit. Nu zit ik hier al 3 maanden en ik heb niks gepland. Dus ben ik gewoon beginnen plannen. Computerplannen, weg uitgestippeld. Ik wist dat er vrienden van mij aan het werken waren dan op die farm. Mm-hmm. En dan zorg dat ik op tijd naar daar kwam. En dan... Goh, één keer dat je zo wat die Australian vibe en life kent en je gaat hostels af en dan leerde wel mensen kennen, was dat wel gewoon eigenlijk 2 maanden nog gewoon feesten. Mm-hmm. Dat was wel echt tof. Ja, maar ik heb volgens mij ook echt een verkeerd beeld van hostels. Dat denk ik ook wel. Ik ben echt hoewel wel... dat ze ook wel soms echt vies zijn. Ik wil dat niet. Nee, ik ook niet. Ja, goed. Ik wil luxe. Knopje gewoon. Ja, ik snap het wel. En ook zo, als er nog maar één iemand nog maar een beetje te luid ademt, hoeft niet snurken te zijn, hè, maar gewoon al te luid ademt is voor mij al genoeg om te zeggen, well, fuck dat. Maak zij mee, ja. Fuck. Ik zou dat doen, misschien in Australië. Maak zij mee, ja. Wat? Speciaal ticket boek net. Moet ik komen fluisteren. Dit maakt zij mee, in dit hostel. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Maar dat vind ik ook, want Australië, dat is toch oost- en westkust en daartussen is er niets, hè?
Nee, dat is waar. Ja. De Outback gewoon. Hè, dus ja. Dat is farms en dingen en wildlife. En nee, een hele grote rots ergens in het midden waar iedereen naartoe gaat. Ik heb hem niet gezien. Maar. Hoe groot is... Wat ik kan, dat is zo'n land waarvan ik het niet kan... Echt in... groot. Is echt groot. Hoeveel keer België? Hoe? Oké, dat is echt al genoeg dan wel. Ik kan het moeilijk zeggen, maar ik denk zeker 100 minstens, denk ik. Meer. Het gaat meer zijn. 400, 500 keer of zo. In mijn hoofd woont mijn toekomstige vrouw daar wel. Ja? Ja, ik denk dat wel. Ja? Ja, ik wil een vrouw. Maar dus wil je dan daar gaan wonen ook? Nee. Zij moet hier wel komen. Ja, zo. Kijk hem terug naar mij. Okay. Ik heb vorige week Hinge Premium gekocht. Dat is ook zo'n dating-app. En dan heb ik mij in Sydney, Australië gezet. En heb ik daar alles naar rechts geswiped. Ja, ja. En dan selectie gemaakt van wie vind ik mooi. Slim. En dan gestuurd wat is op niets uit te draaien. Ik ben terug in Gent aan het swipen. Oké. Okay. Maar Gent zitten ook mooie vrouwen, hè? Ja, maar ik heb het gevoel dat ik... Iedereen al gezien. Ja, ik heb het uitgespeeld hier. Ik heb geen nieuwe matches meer. Het is altijd... En in Gent, iedereen kent elkaar ook zo. Dus heb je altijd al zo... Als je iemand nieuw leert kennen, is het altijd wel iemand dat al... kent het. Ja, ja. Ze hebben al iets gedaan met iemand dat ik ken, of ik heb al iets gedaan met iemand dat zij kennen, en dat is al een beetje... Ja, zo'n avise, zei je even. Ik ben mega braaf. Ja. dat lacht je ook wel. Ik ben mega braaf. Ik ben echt een engeltje. Ja. Ik ben een engeltje. Alle vrouwen die nu aan het kijken zijn, typ hier even zonder wie dat allemaal Maximiliaan heeft gekust in de studententijd. Hè, als student zeker al niet. Ik was echt een tuts in mijn studentenperiode. Ik wel niet. Nee? Nee. Was dat uw losbandige periode? Ja... Ja, vond ik wel leuk. Ik kuste gewoon graag. Dus ik ging ook op café en bijna elke keer kuste ik wel iemand. Oh, ik ben daar zo zeker. Dat ik dat echt tof vond. Er is niks zo leuk als kussen. Ik vind dat super innig. Maar ik vind dat echt, ja, je moet dat op dat punt geraken. Wel. En dat was toen nog echt zo sleuren, zo, ken het? Zo met die tong, zo, molenwieken. Wasmachine. Ja. Zo zat als iets, zo, en iedereen binnen aan het roken, zo, ken het, met een as en bak, zo, ja. Zijn zeker dat dat leuk was? Want het toen wel, toen wel. De ochtend daarna dacht altijd, wat heb ik weer gedaan? Ik had één truc en dat was echt een beste truc ooit. Hè. Leer mee. Dus je gaat naar... Hè, je bent met, zo, aan het feestje in het café. En je ziet zo, achter de bar is meestal zo'n emmer met ijs. Ja. Hè, en je doet zo alsof je een blokje ijs pakt. Zo. Maar je pakt eigenlijk geen en je gaat zo naar een meisje op. En dan doen die altijd zo. Allee dan. En dan doen ze... En dan twee seconden in die zo. Huh? En dan. Dat is zo goed. Ja, zo'n ijsblokje doorgeven doen we vaak, maar dan is het probleem, ik sta altijd naast de man. En het is ook al half gesmolten zo. Dat is een klein stuk. Dat is zo'n rode vorm als een M&M. Vindt hem niet. Ja, goed. Overal zitten graven met die toon. Dus ja, dat gaat maar niet nu meer. Nu kunnen dat wel niet meer doen. Dus mensen, dat is geen truc dat ik nu ben. Nee. Niet doen. Ja. Een keer al aan het opschrijven, mensen. Ja, zo. Amai, wat een goede truc. Die ga ik volgende keer proberen. Niet doen. Gevang. Hashtag me too. Cancelled. Ja. Maar wel een goede truc, hè. Ja, ik ga als niet... Als je terug kunt in de tijd... Doen. Ja, maar ik ben nooit een ladiesman geweest in mijn studentenperiode. Ik was echt zo ongemakkelijk in sociale situaties. Ik zei dan zo dingen dat ik niet wou zeggen. En dan, terwijl ik aan het spreken was, dacht ik, hoe kan ik mij hieruit helpen? En dan ben je zo dieper. En dan zei je op een duur... Ja, echt diepe put gegraven. Oké, okay, leuk. Kijk, zeg naar u van, wat de fuck is er mis? En dan gaat uw naam ook rond. Die Maximiliaan, dat is echt een hele raar. Daarom dat ik na mijn studentenperiode in Antwerpen daar dus niet meer kom. Ah ja, oké. Dus, dat is voor reden. Maximiliaan wordt daar in stille... Uw foto hangt daar soms ook in cafés, heb ik gezien. Ik dacht dat dat was omdat je daar bekend was. Nee. Ah, blacklisted. Blacklisted. Zeker wel. De naam Maximiliaan wordt daar zeer stil gefluisterd. Zeer stil. Maximiliaan. Die komen ook in Australië. Maar zeg je dan echt zo'n zotte reiziger, of is dat zo de enige reis dat je echt veel zotte dingen... Ik heb wel veel gereisd. Ik heb heel veel in Europa ook gedaan. Ik heb zo Tsjechië, Kroatië, Budapest, zo al die ja, toen waren die nog goedkoop in mijn tijd, dus we gingen daar wel veel drinken en feesten. En dan, ik heb veel geskiet, dus Oostenrijk en Frankrijk ook wel. Maar daarbuiten, ik heb ene keer Indonesië nog gedaan... Bali. Eerst Jakarta en zo Java en dan door naar Bali gereisd. Ik wou eigenlijk Sumatra ook nog doen, want ik wou heel graag in de wildernis met olifanten en zo, maar dat kwam niet meer uit.
En daar heb ik ook leren duiken, wat de mooiste sport is in de wereld, duiken. Heb je dat eens gedaan? Ik mag niet. Oei. Ik heb een smaak grootvlies. Ik mag maar tot een diepte van 4 of 5 meter gaan. Oei. Anders mag dat is jammer. hoe kan ik dit verder dieper graven? Maar dat is wel de mooiste sport. En dan heb ik nog gereisd naar Amerika, naar New York. Oké. Okay. Want walvissen duiken stond op je bucketlist, hè? Dat is het enige wat ik echt nog zou... Allee, ik wil nog wel dingen doen, maar dat is echt geen wat bovenaan mijn bucketlist staat. Maar echt zo... Maar niet echt, liever zo potvissen, zo, de grootste vissen ter wereld. Gigantische, zo, ja, gigantische. Omdat ik denk dat je zo klein voelt als zij ernaast aan het duiken zijn. Ja. Dat moet echt zoiets... It takes your breath away. Zo. Ken je? Je zit daar en dat komt voorbij en je denkt... Wow. En je kunt niks zeggen, want je zit onder water. En dat is het leuke ook aan het duiken. Je kunt niks zeggen. Het enige wat je kunt doen, is wat gebaren taal naar elkaar. Van, wauw, heb je dat gezien en mooi. En... Ik zou doodsbang zijn. Maar ik ben bang wel van de oceaan. Ah ja? Ja. Als in het onzekere diepe... Het niet weten wat er allemaal in de oceaan zit. Er is maar iets van 80% van de oceaan is onontdekt. Hè? Ja, maar enkel nog in diepe dingen. Maar die komen niet naar boven. Wie zegt dat? Het moet maar net een keer gebeuren als ik net aan het zwemmen ben, dat die naar boven komt. Ja, okay. En als zo'n walvis... Ik heb zo'n video gezien dat die zo'n keer naar boven kwamen, dat die zo'n kajakker mee hadden. Maar die zou je niet opeten, hè. Ja, je kunt wel dood zijn, maar... Maar zo, ik ben wel een doener, ik ben geen een denker of zo. Ik ga gewoon en ik zie wel wat de uitkomst is. Dat kook zien. Hij zei blijkbaar van niets bang. Ik heb dat letterlijk opgeschreven, is van niets bang. Ik heb wel al vaak tegen makers gezegd van programma's, verzint iets... Waar ik bang van ben, en het is ethisch verantwoord om het te doen, en de kans dat ik sterf is niet al te groot, en dan doe ik het. Ik heb van weinig bang of zo. Een gezonde schrik en dingen, maar zo panisch angst. Ik zou heel graag eens willen ervaren wat dat is. Dat lijkt me iets super uniek of zo. Om doodsbang te zijn? Ja. Heb je ooit al uit het vliegtuig gesprongen? Ja. Bungee jump, al die dingen gedaan. Nee, ze heeft niets waarvan dat je nu zo zegt van... Iedereen heeft toch zo één iets. Nee, omdat je weet dat je... Ik weet bij uit de vliegtuig springen dat er een parachute is en ik ga veilig landen, dus die angst is weg. Snap je? Ik zou pas angst hebben, moest ik springen en ik zou mijn parachute vergeten en ik denk... De kans dat ik doodga is 99,9999% of ik moet hier een redding hebben dat iemand mij komt halen. Kom dalen. Ja, met een andere parachute en mij vasthoudt en dan... Psss, zo. Niets bang. Weinig, nee, ja. Allee, host. Ik zou het graag hebben, hè. Ik zou het graag eens beleven. Het lijkt me super uniek. Hij zou eigenlijk al het ding doen waar ik bang van ben. Maar hij zei van niets... Hij zou lachen als waar ik bang van ben. Waarschijnlijk. Okay. Maar ik heb ook al een paar keer in een vliegtuig gezeten dat bijna ging crashen. Bijvoorbeeld in Indonesië. Zat iedereen op een gegeven moment al die maskers gevallen en iedereen was aan het bidden. Ik zat daar zo... Omdat uit paniek begin ik te lachen of zo. Want ik ben ook bijna ooit verdronken. Ik was ooit met een meisje gaan zwemmen. Omdat ik was met een vriend naar Indonesië en we hadden twee meisjes leren kennen. En ik dacht, weet je, ik geef hem even een space om te chancen. En ik ga met dat meisje zwemmen en opeens worden wij zo teruggetrokken. En ik ben zo meters hoge golven en we geraken niet terug. En ik was aan het roepen en ik had hoort dan niet. Dus ik begin dat meisje te duwen. En zelf te zwemmen, maar die was pure paniek. En ik zat daar zo, we halen dit wel. Ik was echt dood. Ik kende dat als in de film, zo het zand kussen. Ja. No, ik dacht dat altijd dat dat zever was. Ik heb echt, toen ik was zelf kwam, zo... Ik ben zo blij dat ik leef. Echt de grond zo. Zand aan mijn lippen, het kon me echt niet schelen. Die stuurt me af en toe nog eens zo... Merci. Ja, merci om mijn leven te redden. Die was morsdood geweest. Maar we hadden beide morsdood kunnen zijn. Dus eigenlijk, u krijgt alleen maar doodsbang als ze echt een levensbedreigende situatie denk zit. Denk het. Ja. Jij zou eigenlijk een special forces man moeten geweest zijn. Nee, want daar ben ik niet dedicated genoeg voor. Of zo. Ik kan niet elke dag om 6 uur opstaan om mijn schoenen te poetsen en klaar te zetten. Ik heb ook wel graag een lekker leven. Zo. Ik kan ook graag een dag niks doen. Vind ik echt fantastisch. Niks doen. Niets doen? Ja. Want daar heb je, als je niets doet, je gamet vrij graag. Hè? Ja, ik game wel graag. Ja. PlayStation dan waarschijnlijk. PlayStation, ja. Mijn favoriete spelletjes dat je echt wel zegt van, dat vind ik top. Ik vind Spider-Man vind ik echt...
super chic gemaakt. We hebben maar veel echt dingen, veel awards gewonnen. Super realistisch, kei mooi nagemaakt. En ik speel heel graag zo platform games, zo Inside Out, Little Nightmares, zo puzzels dat je zo kunt doodgaan. En Limbo is ook zo ene. Maar het meeste speel ik Rocket League. Nog altijd. En we vloeken zoveel. Dat is zo vaak lastig. En waarschijnlijk word ik constant afgemaakt door zo'n 11-jarige jongetjes. Ja, zo flipper op de jongens. Ja, dat is een loser, loser roepen. Okay, ja. Loser is nog braaf. Ja, dat is nog braaf. Ik kan niet roepen, ik niet zeggen hier wat dat die allemaal zeggen. Voor 11-jarigen ook. Maar ja. Maar het zijn niet zo platform games dat nog worden gemaakt, hè? Dat zou van nog zijn. Echt platform platformers. Ja, er komt om de zoveel tijd. Zo, Travels is ook onlangs. Unravel. Unravel 2 is nu gemaakt geweest en zo. Dus er komt nog wel wat uit, hè. Ken ik niet. Ja, er zou hij eigenlijk toch wel de perfecte en beste zijn voor PlayStation, hè? Ja, ik heb al af en toe eens iets voor gaming gedaan. Maar nog nooit voor PlayStation. Eigenlijk altijd voor Xbox en zo. En dingen, want animatie zit er ook van, hè? Ja. Animatiefilm, zo weet ik dat. Ja, ik kijk bijna elke animatiefilm. Omdat dat een wereld is waar dat dingen kunnen dat niet in de echte wereld kunnen. Mm-hmm. Heb je al stemmetjes mogen inspreken in een animatiefilm? Heel kort eentje. Maar ik verlies eigenlijk altijd tegen Louis Talpe en dat is super kak. Ik ben altijd in de running samen met Louis Talpe. En er zijn twee films die mij heeft afgesnoept. Dat ik echt denk, oh, die waren zo perfect. Ik had die zo graag gedaan. Ik had de Buzz Lightyear kunnen inspreken. Als Buzz Lightyear? Als Buzz Lightyear. Wow. Ja. Maar Louis Talpe heeft het meer afgesnoept. Maar naar wat kijken ze dan, vraag mij dan af? Ja, dat wordt opgestuurd, denk ik, naar het buitenland. En die, ik denk dat die gewoon luisteren naar stemkleur. En dan zeggen die, denk ik, een van die drie of zo. En dan mag het productiehuis beslissen welke van de drie. Moet je dan zo verschillende hoogtes kunnen doen met je stem? Of zo? Nee, je neemt één take op. Dus je ziet dan bepaalde beelden van de film. Mm-hmm. En dan moet je daar gewoon over spreken. En dan zo, wat zegt hij weer? To infinity and beyond. Maar dan ja, tot de sterren en daar voorbij, ja, dat niet? Tot de sterren en daar voorbij. Oké, okay, er is wel al een duidelijke verandering in de stem. Ja, maar je probeert wel wat aan te passen. Maar wilt u al nog een keer doen, een stemmetje? Heel graag, heel graag. Dat lijkt me super tof om te doen. Je kunt je ook helemaal uitleven zo, hè. Dat is wel leuk als je voor een camera staat, er dan recht en je staat zo voor een micro. En je bent gewoon echt zo aan het uitleven, aan het roepen. En dat is super tof om te doen. Maar dat wilde wel waarschijnlijk toch wel een iets opgewekter personage, dan moet je toch niet zo afkomen met zo'n gargamelachtige toestand. Ah, ik zou dat ook tof vinden. Ja? Ik kan heel goed brilsmurf. Je kunt dat niet zijn en dat niet doen, hè. Fuck, van geleden. Even denken. Fuck. Ja, grote smurf. Ik heb alle smurfen opgesmurfd. Geloof hem? Ja, lijkt er wel op. Het zou nog kunnen zijn. Ja, ja, ja. Hoe lang heb je daar moeten oefenen? Niet zo lang. Gewoon, je kent als je jong bent, een keer proberen en zo. Ja, grote smurf. Ik zie je nu zetel al. Iedereen moet zijn party trick, dat is mijn party trick. Kun je nog stemmetjes nadoen of ga je daar stopt de... Stemmetjes, nee. Ja, Bart Appeltans, maar niet zo goed. Die ken ik niet, denk ik. What? Wie is Bart Appeltans? Wacht even. Ja, fuck, ik moet even denken hoe dat die stem gaat. Ja, dat zou wel zo kunnen zijn, ja. Ah, kent je dat niet, Tom? Is die ene iedereen vindt dat toch mooi. Kijk naar dat behang. Dat is toch echt lelijk, hè? Zo, dat is dingen van de huizen. Ja, dat is echt het is wel erg dat ik dat wel weet als jij hem nadoet. Goeie imitatie dank u, dan wel. Goeie imitatie. Wat is uw party trick? Heb je een party trick? Ik doe meestal gewoon de Houdini. Ik verdwijn. Ah, dat is ook een goeie trick. Ik zeg, ga naar het toilet en dan... Huis, een keer de zetel, dekentje. En dat is voor jullie vrienden. Zeg, waar ben jij? Ik heb toch dat gezegd? Ah, is dat zo? Want je was toch meestal te zat? Je kent het. Doe dat ook. Ik heb geen party. Nee, geen party. Nee, ik wil wel iets leren, maar... Ik heb onlangs een nieuwe. Welke? Ik kan nu een zwamworst. Zo kende die van die grote zo, die hotdogworst. Okay, where is this going? En dan ga ik zo in mijn mond steken, zo. Huh? En dan in één keer zo... inslikken. Wil je dat zien? Wat daar veel ja, van. Ja, tuurlijk. Dat was de eerste keer dat we dat eens testen. Dat is toch niet gezond? Dat weet ik niet, wat dat gezond is of niet. Hoe komt dat er echt? Om je dat te zien, hè? Dat kakt er dan toch gewoon terug uit? Nee, ja, je maag verteert dat, hè, jongen. Je maag is zuur, hè. Hier, ik heb hem.
Klaar? Ik weet niet, ik denk het wel. Dat zit juist de gat zit. Want als je dat slikt, dan zit in het foute gat. Ook zo even. En zo high-five. Ik was zo blij. En ik moet weten, er is zo'n 20 man te kijken. Hè. En ik zo... En hier zo... Ah! Oh, dat was zo mooi. Zo high-five met hem. Ja, dat kan ik wel genieten. En zo niet 2 seconden stress. Even, hè, maar... Ça va. Dat is ook zo de meest mannenreactie ooit. Iets doen wat dat op niets sluit. Als ik niet Cycloch niet. Goed, hè? Je zou ook wel echt de stress op je hoofd. Ja, ja. Ja, even. Ja, als het in het foute gat gaat, want dat is lang, hè? Dus dat duurt al tegen de achterkant. Hoor. Garm die vrouwen. Maar uiteindelijk moest je toch ooit nog beslissen om voor het andere team te gaan spelen. Je kunt toch wel alle zwamworsten geïnteresseerd in je mond. En geen kijkreflex gewoon. Hey, wat zot ze. Ja, een geweldig profiel zijn ze. Ze gaan staan aanschrijven voor wie dat zot zijn. Is zot, hé. Ja. Oké, van alle filmpjes... Zo van die gekke dingen hou ik mij bezig in het leven. Hè. Allee, dus moet ik nu ook op volgend feestje een zwamworst dan inslikken? Ja, dat is een goede partytrick. Ik ga vrijdag naar een feestje, moet ik dan zo'n blikje zwamworst weten. Begint met de kleintjes. Hè? Zo de tv-snack zwamworstjes. Zo. Zelfs daar zou je geen moeite mee hebben. Hè? Jij zou echt zo... Shit, kan deze niet. Nee, ik ga knabbelen. Hoe ben je nodig? Boos, ik loog. Want nu zei je ook, met al uw wijsheid, ga je nu ook een boek in september uitbrengen, hè? Klopt. Over dilemma's. Ja, dilemma's. Ik doe zo op mijn Instagram, doe ik om de zoveel tijd een keer... Vroeger was dat om de week, maar nu met het kind gaat dat niet meer, doe ik psychlemma's. Ja. En dat zijn mijn eigen gevonden online of verzonnen of samengemixte dilemma's die ik echt super, super moeilijk vind, waar ik zelf moeilijk een antwoord op heb. Of die zo ludiek en grappig zijn, post ik dan. En daar was heel veel reactie op. En een vriend, toen nog niet, reageerde dat... Hij wil samen mijn boek wat maken. Dus hij maakt de tekeningen. Ik breng al dilemma's aan. We zitten dan af en toe eens samen om zo tekeningen te overlopen en de cover en zo. En dan in september komt er een dilemmaboek. Okay. Met 100 aardsmoeilijke dilemma's. 100? Ja, vol teken, met tekeningen. En dus al, de dilemma's zijn al geselecteerd? Het is nu gewoon nog we zitten momenteel aan 80 dilemma's. Maar wat is dan de selectieprocedure voor een dilemma? Wanneer maak je de kut om een dilemma te worden dat in het Sigilemma-boek komt? Wij testen die op café met vrienden. Dus we zitten dan een hele avond en dan is het te discussiëren. En gevoeld, als er lang gediscussieerd wordt, is het een goed dilemma. Als er direct iedereen zo zegt, wij kiezen A. Als iedereen zegt, dan weet je, slecht dilemma, schrap. Zo. En welke zijn er nu nog in de maak dat je denkt van, daar twijfelen we over? Ik heb er onlangs nog eens een paar gestuurd naar met wie ik ga maken dan. Domien heet die jongen van Studio Stoutpoep. En hier zijn ze. Zijn ze klaar? Oké. Okay. Ja? Ja. Je moet antwoorden, hè. Okay. Want het spel heet Als je echt moet kiezen. Oké. Okay. Elke keer als je handen wast, loopt er zo water in je mouwen. Ja. Elke keer. Dus elke keer vast je handen is altijd zo. En ik kan er niks tegen doen, dan loopt er altijd in. Of elke keer als je wilt schrijven, werkt u een bikini en moet een tweede gaan halen? Oh, even een tweede zoeken, want meestal liep je niet in handen. Ik zo ken het. Nou, ga ik denk ik wel sowieso voor dat druppeltje, denk ik wel. Ja, voor dat druppeltje? Ja, omdat je kunt dat gewoon wel zeer vlug opdrogen, hè, of niet? Als jij gewoon je mouw daar tegen duwt, is dat druppeltje... Het is wel zoveel dat je mouw even nat is. Zo. Gevoel het het is wel significant. Ja, het is niet één druppel. Het is echt zo... Een stroom. Ja, een stroom. Ik ga toch nog altijd voor dat gaan, denk ik. Oké. Elke keer op elk event als eerste aankomen... Oh, wacht, nee. Ah, jawel.
elke keer als eerste aankomen op een event. Altijd als eerste. Dus elk event dat je doet, komt altijd als eerste aan. En je kent dat. Soms moet je dan zo 20 minuten wachten. En jij doet dat al niet graag, want dat is ongemakkelijk. Gaat al. Ja. Inderdaad. Of, altijd als je iemand om hulp aanbiedt, zo van, zal ik anders even helpen? Maar je zegt dat zo vaak uit vriendelijkheid. Zeggen die altijd, ja, is goed, help me maar. En je moet altijd helpen. Ken je dat? Ja. Ja. Ik kan eens even helpen. Ja, oké. Okay. Ik zal helpen. Zo, ja, volgende week geef ik een feest en dingen. Dan zal ik anders helpen. Zo. Ja, ja. Ook wel zeer kut, hè? Ja, maar zeker. Ook wel kut om als eerste op een event te zijn. Want dan moet je zo als zo iemand dat daar ook dan is dat je niet kent, dan moet je daar zo wat ongemakkelijk zo mee zo staan praten. Ik weet niet wat ik kutter vind, Erik. Lastig, hè? Of altijd uw teen stoten als je slechtgezind bent. Dus je bent echt slechtgezind. En elke keer als je slechtgezind bent, stoot er ook nog eens je teen. Nog een lange som zeep, hè. Of elke keer na de seks stapt geen Lego. Dus elke keer ook klaar is daar echt... Lego! Maar ik heb niet veel seks, ja, dus pak je seks de Lego dan maar. Oké. Dat zijn degenen die nu nog in de twijfel zitten. De dingen. Altijd in de winkel de traagste rij kiezen. Dus altijd. Ze kenden iedereen die van zijn put uit. Of elke keer als jij aan de kassa komt, is er één ding dat niet wil piepen. En ze moeten altijd zo... Gang 5, gelieve artikel 502, 420. En je staat er zo... Smijt schild op de rij. Maar mogen, als je staat aanschuiven, mogen plots zeggen, die rij naast mij rechts gaat sneller. Mag ik dan zo... Ja, maar dan wordt dat de traagste rij terug. Snap je? Gekiest. Altijd het traagste. Het zijn kutdilemma's. Ja, voilà. Maar dus, zo'n boek vol. Met mensen zo wat. En een van de moeilijkste vind ik, zou je liever seks hebben met je vriendin, maar de ziel van je moeder zit erin? Of liever seks hebben met je moeder, maar de ziel van je vriendin zit erin? Oeh. Voilà. Nu zijn we een half uur bezig. Want dan ga ik geen antwoord kunnen geven. Dat is zo dezelfde vraag. Zou je liever... Chocolade met kaksmaak eten? Dat is makkelijk. Of chocolade met kaksmaak? Chocolade met kaksmaak. Ja, toch, hè? Makkelijk. Ja. Wat heet chocolade? Ja, heel veel mensen kiezen kaks met chocoladesmaak. Ik ga toch geen kak eten? Hoe is dat nu? Die zit er ook in. Ik vind die van nu wel meer fucked up. Ja, er zit wel echt heel fucked up. Er is ook geen juist antwoord, denk ik. Maar er zijn er zelfs een paar die ik er niet kan insteken, omdat ze zo fucked up zijn. Dan zou mijn boek niet verkopen. Dan die zit er ik... nog net in, die van uw zus, uw dochter. Die zit er wel nog in. Maar ik heb er een paar die zo... Van marginaal zijn, dat gaat gewoon niet. Snap je? Het is gewoon te. Maar ik heb even getwijfeld om zo in een boek een speciale pagina te maken dat je zo kunt openscheuren waar zo. Dat is toch wij? Dat is toch leuk? Extremen in zitten. Ja? Ja, het probleem is, je weet nooit dat een 12-jarige die een boek hebt en dat ook opentrekt. Dus je kunt dat niet verzekeren. Een 18-plus versie? Ja, maar dan kun je een boek pas kopen als je 18-plus bent. Bestaat, dan gaan ze rode aan de kassa oortjes, zeggen. Vroeger. Ik kreeg vroeger rode oortjes. Maar ik kon dat zo kopen. Was dat? Maar ja. Dus, ga in die winkel. Rap lezen, rap naar huis. Ik kocht dat gewoon. Ja, dat is een goeie. Rap. Om te houden. Ja, goed. Grappig. Vanaf december kunnen de mensen hem dus kopen. Ja, september. September. Ja. Vanaf september ligt hem in de winkel. 100 dilemma's. Als er zo'n paar aan tussen zitten, zo van die uw moeder, dat uw vriendin naar uw moeder, ja. Ik zou een blinddoek aan doen, denk ik. Maar Niel is altijd uw moeder, hè. Ja, ja. En ook familiefeesten gaan wel wat raar worden en zo. Oh, maar er is toch geen keuze. Ja, er is een keuze. Je moet. Ja. Dat is wel het leuke. Je moet. Ik vind dat je één veto mocht hebben in dat boek. Dat werkt niet zo. Je moet. Je zo'n mensen echt niet laat ik daar. Ja, maar dat is wel leuk. En ook, het is ook wel tof geleerd elkaar ook wel kennen onder vrienden. Wie dan een proper of een vouwer is, snapte. Dat staat er ook in. En dan zie je zo, wat zijn jij een proper? En dan zo, hele vriendschappen veranderen. Vrienden en familie gaan elkaar beter leren kennen na het boek. En ook minder goed. Elkaar kunnen accepteren. De vriendschappen gaan sneuvelen. Allemaal maar dat door. Staat er ook in klein lettertjes. Van, wij zijn niet verantwoordelijk voor gesneuvelde vriendschappen en zo. Maar gaat dan waarschijnlijk op termijn kunnen misschien nog een tweede boek uitbrengen. Wie weet. Maar 100 aardsmoeilijke dilemma's vinden is echt ook wel al heel moeilijk. Want nu zijn we daar toch al even aan bezig dan. Ik ben er al. Met mijn dilemma's ben ik al 2 jaar bezig en we zijn nu een half jaar bezig met dat boek al.
Oké. Okay. Dan hebben we nu nog een half jaar om het af te maken. En het standaardboekhandel dan waarschijnlijk dat alleen? Of... Ik weet het niet, overal. En online bestellen. Ik wil gesigneerde dingen kopen. Is goed. Please. Ik zal er twee geven voor uw podcast om uit te delen. Is altijd goed? De achtergrond zo? Ja. Wie kan raden wat er op pagina 34 staat, krijgt een boek. Liever uw moeder met het lief lichaam. Ik heb nog één vraag die ik had gevonden. Ja. Want we zijn ook al bijna aan het kletsuurtje. Ik had online iets gevonden van... Jij dat iets had gedaan met een zak Doritos-chips in de koolruit. Ja, goed, hè. Dat is demonisch, hè. Ja, dat is demonisch. Maar ik hou gewoon van... Ik ben echt een plager in het leven. Ik ben al heel mijn leven lang een plager. Ik denk dat dat ook van familie uitkomt. Mijn onkels zijn ook zo. En we hebben dat gewoon meegekregen. En ik hou echt van plagen. En niet pesten, hè. Er is een groot verschil, hè. Echt waar, een groot verschil. Maar ik kan bijvoorbeeld, hè, met die Doritos, ik zal even uitleggen aan de mensen wat ik doe. Nu doe ik dat niet meer. Ik heb al een tijd gedaan dat dat grappig was. Ging ik naar de koolruit, dan pakte ik een zak Doritos-chips. Specifiek Doritos, want dat is chips dat je moet dippen. Andere chips. Dus Doritos-chips. En dan knijp ik die helemaal fijn in allemaal superkleine stukjes. En dan leg ik die gewoon terug. En dan weet ik... Ik kan dat nooit zien, maar ik weet, dus ik zit een week te lachen, dat er iemand die een zak heeft gekocht, dat er vrienden komen en dat die zak open doet en dips open doet en dat iemand in die zak gaat... Pute! Dat zijn allemaal kleine stukjes chips en je kunt dat niet dippen. Dit is supergoed. Supergoed. En dan zit ik een week lang thuis zo... Zijn klein kind. Ja, maar weet je hoe dat komt? Dat ik daarmee ben begonnen? Omdat ik heb ooit eens... Dat was een special edition crackernuts. En dat was zo'n tinnendoos. Ken je zo'n tinnendoos vol crackernuts? En ik had die gekocht en ik kwam thuis en ik doe die open. En die was half leeg. Iemand had in de winkel die zitten opeten en dan teruggezet. En toen dacht ik, ik moet iemand, want ik weet niet wie het was, ik moet iemand terugpakken met ook zo'n vars. En toen ben ik erop gekomen. Zo'n beeld en hoopt hij nu zetelt hij zoals in te lachen. Ja, ik heb dat wel veel. Nog ja, vind ik leuk. Hoe oud waren ze toen? Rond de 20 ergens. 20, 25, zoiets. Hè, daar ja, dat is toch leuk? Ook doen. Dat is ook spannend. Zo, je zit in die winkel en zo. En dan komt er zo iemand van de koolruit voorbij. Zo. Maar zoveel calorieën. Zo, maakt ook kei veel lawaai. Ik ga dat sowieso ook... Maar ik weet niet wat. Ja, ik ga dat doen. Ja, nee, ik mag eigenlijk een reclame maken. Gaan mensen die hier nu aan het luisteren zijn, gaan ook denken van... Ik had ook ooit terug meemaken dat ik een zak koop en zo... Maar ga ik wel zo doen. Goeie herinnering, nou, goeie herinnering. Maar zo deden wij vroeger ook zo in een DVD-winkel. Moest je zo kaartjes pakken bij zo de film. En dan met dat kaartje ging je dan naar de balie en dan... Ja, de millennials gaan dat niet meer weten, hè, maar wij hebben nog zo'n dvd's in een dvd-winkel moeten huren om thuis te kunnen zien de films nu. Maar dus je pakt een kaartje, ga naar de balie en dan krijg je die film. En we hadden alle kaartjes van Nemo veranderd met zo'n seksfilm. Dus die komen er allemaal aan. Zo. Krijg je dat mee naar huis? Want dat was dan in een zwarte hoes. Dus je weet niet wat daarop staat. En dan steekt hij dat in. Zo. Goed, hè? Die een lach. Goed, hè? Met een kindje dat van 7 jaar naar vader. Och, ja. Zo erg zal dat wel niet zijn, zeker. Nu kijkt er zo iemand zo moeilijk. Zo, en kijkt zo... Ik heb dat meegemaakt. Het voor de rest van hun leven, dat kindje. Zo van die stomme faxen. Maar grappig wel. Goed, hè? Ik vind dat grappig. Ja, ik vind dat ook. Ik lach daar graag mee. Ja. Ik vind dat leuk om te horen. Ja. Ik vind dat goed. Maar, zie, we zitten bijna aan het einde. Oh. Het is weer opgegaan, vond ik. Ja, het is grappig aan. Ik vraag altijd op het einde nog één vraag aan, aan mijn gast. Of dat ze nog een laatste boodschap hebben. Nog iets dat ze kwijt willen bij de mensen thuis. Nog iets dat ze de wereld willen insturen. Ik hoop gewoon... En dat is altijd mijn motto geweest, dat iedereen gelukkig is. Dat is het enigste wat telt voor mij. Wat is geluk dan voor u? Geluk? Nee, gewoon je inner geluk, dat je zelf gelukkig bent. Hoe dat je dat vindt, maakt me niet uit. Maar er is gewoon zoveel haat de laatste tijd en zoveel pessimistische mensen. En ik ben echt een golden retriever en ik ben bijna
99,9% van de tijd gelukkig. En ik hoop dat iedereen dat geluk ook kan hebben. Mooie woorden. Of, mooie woorden. Niet. Mooie zijn er niet, maar wel gemeend. Ja, ik hoop echt oprecht dat iedereen gelukkig is. Zijn jij gelukkig? Ik denk het wel. Dan ik ben nu zeer gelukkig. Dat is mooi. Ik heb goed kunnen lachen. Ja. Want anders stoot je een teen. Als je ongelukkig bent... Ja, maar ja. Je hebt gekozen. Hè? Ik heb voor de seks gegaan. Ah, juist. Ja, je hebt de seks met Lego Blok. Toch niet. Oké. Zie, ik schud de hand altijd op het einde van de podcast. Dank u wel. Heel veel succes. Met het boek. Man. Weet je hoeveel schrik ik had dat jij me ging laten zingen? Ik had al voorbereid en zo. En wil hij nu zingen? Nee. Nu. Nog één. Piep, 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 piep. Een uur voorbij. Ik heb nog... Ik kan... Ja, maar je moet nog wel een stuk knippen. Ik kan ook knippen, hè. Dus hij kunt nu nog één noot zingen als hij wilt, hè. Oei. Zing nu. Wel met begeleiding. Welke begeleiding? Ik zal een karaoke opzetten. Nu ben ik maar als het niet goed is, knipt het eruit. Het gaat goed zijn. Ik heb je al één keer horen zingen op de bus. Als het niet goed is, knipt het eruit. Maar ik heb je horen zingen op de bus naar Amsterdam met Samsung. Ah, ja, die karaoke, dat vond ik al prachtig. Ja, maar dat was zo brullen. Dat stond op mijn lijstje. Dat stond op mijn lijstje. Want omdat hij altijd wordt gespot als persoon voor de Masked Singer. Ah ja, altijd. Ik zit er nooit in. Zie, dat stond daarin. Ik zit er nooit in. Ik weet, en daarmee dat ik had gezegd van, kijk, hij kan toch goed zingen. Dank maar we zijn er gewoon niet aan geraakt. Ah, nee, maar het is, ik vind van mijn eigen niet dat ik goed hij kan zingen. Hij kunt goed zingen. Nee, Maureen heeft het ooit juist gezegd. Ik ben een zinger, maar geen een zanger. Ze weet niet wat ze zegt. Maar het gaat slecht zijn. Het gaat goed zijn. Het is nieuw. Ik heb het nooit gedaan. Voor u, primeur. Ik ben benieuwd. Oh, fuck. Waarom doe ik mijn eigen dit aan? Dit is... Een primeur? Nee, dit is misschien... Het moeilijkste... Oh, hebben we een angst? Het is niet een angst, maar het moeilijkste om te doen is één op één zingen. Snap ik had dat wel. Ooit als auditie moeten doen voor Sterkteur. En ik had... Dat was echt iets heel vreemds, want ik had dat nooit gedaan voor iemand. En ik moest dus over twee mensen gaan zingen. En eigenlijk... Ik heb nog nooit gezongen in mijn leven, hè. Mm-hmm. Dus ik moet daar opeens beginnen zingen. En ik zit er dan zo... Oh, en ik zeg zo... En dan... Ze gingen dat filmen. Ik zeg, niet filmen. Je mag het opnemen, het audio mogen opnemen, maar je gaat hem niet filmen. Dus hebben ze audio opgenomen. En dan ben ik nog eens moeten terugkomen, omdat die twee sukkels niks van muziek kenden. En die zeiden, ja, dat was eigenlijk niet slecht, maar wij kunnen daar niks over zeggen, want wij weten niks van muziek. Heb ik dan nog iets moeten doen? Ik ga een klootzakken. Maar het is minder eng om voor 10.000 man te zingen dan voor één iemand. En ik krijg de eer. Ja. Maar als het slecht is, ik wil het eerst zien en ik kan kiezen of het knipt. Ik stuur het door, Oké. Okay. Ga je dat horen als ik dat hier leg? Ik denk dat wel. Ja? Ik zal het wel uitzetten. Dat gaat horen, hè. Oh, fuck. Dat vind ik moeilijk, hè, deze. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, this must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Mamma mia, mamma mia. Here I go again, mamma. How can I resist you, mamma mia? Does it show again, mamma? Just how much I've missed you. Dat is top gezongen toch. Amai, dat vind ik niet eerlijk. Hij is mooi, hij is grappig, hij kunt zingen. Dat mag niet, vind ik persoonlijk. Ik vind dat niet eerlijk.
Is goed. Dat was goed gezongen. Ja. Dat was goed. Ik zweer het. Ik zweer het. Anders zou ik in het lachschoot zijn. Okay. Moest slecht zijn, zou ik echt... ik zou echt met lachen zijn. Vind ik het moeilijkste om te doen. Ik snap het. Ik zou het niet kunnen opnemen. Maar je hebt het wel gedaan. Het was echt goed. Ja, was het goed. Ik vond het goed. Dank echt je. Waar. Ik zweer het. Hand op de borst. Voel ik me heel onzeker gezongen. Ik ben zeker niet onzeker zijn. Ik ben heel zeker in het leven, maar van zoiets ben ik niet heel onzeker. Zijn. Ja. Je mag zelf zeker zijn daarover. Ik zweer het. Dat was goed gezongen. Okay, dank ik zou... Moest hij op Ser Artis nu nog een keer staan? Ik zou onmiddellijk golden buzzer. Ik weet niet of dat wordt gedaan, maar ik doe het. Hè. Onmiddellijk. Hè. En als je nu bij... Hoe noem het daar? De Masked Singers? Ja. Ik ga je nu wel onmiddellijk herkennen. Hè. Ik ken uw timbre nu, uw stemtimbre. Het was echt waar goed. Ik zweer het. Het zotte is ook... Ik heb er zo'n... dat is niet echt angst, maar zo... Stress. Dat ik dat bijna al vergeten ben wat ik hier heb gedaan. Dus heel dat stuk is in mijn leven blacked out. Maar het is allemaal op camera. Ja. Zullen we nog zien of dat op camera staat? Ik ga het toch doorsturen. Zeg, dank u wel. Graag gedaan. Dat leek op ik u kisten, hè. En dat gevoel. Hij is echt een vreemd mannetje, hè. Jong toch.